Cynthia Riel. En wethouders die worden niet gauw emotioneel, maar ik kreeg toch een brok in mijn keel. Cynthia, je bent net terug uit Abu Dhabi. Hoe vond je het ontvangst hier door het dorp? Ik vond het echt geweldig. Ik had het niet verwacht. Je hebt 3 medailles gewonnen. Waar zijn die allemaal voor? Brons 200, zilver kogel, dikke vette PR, 5,40 meter. En het goud is voor 4 keer 400 meter estafette. Hoe heb je er allemaal voor getraind? Ja, heel veel oefenen. 1 keer per week en 1 keer per maand hebben we met het hele atletiekteam getraind. En hoe moest je kwalificeren eigenlijk om mee te kunnen gaan? Je moest sowieso hier in Nederland mee aan hebben gedaan de Special Olympics. Je mocht nog nooit mee hebben gedaan aan de Special Olympics Summer Games. Wat heb je in Abu Dhabi gezien, behalve de Spelen? De grootste moskee van de wereld. De opening- en sluitingsceremonie was geweldig. We hebben kamelen gezien. Ja. Wat ga je nu doen nu de dag over is? Je alles laten bezinken. Een stukje samenleving en daar draait het om. Samen. Samen sporten, samen leven. Heel belangrijk. Allemaal heel hartelijk dank. Ja! En er hoort een stukje muziek bij. En een stukje drinken zit hij.